Hi iedereen, goedendag. Vandaag ga ik mijn haar wassen. Na lange tijd, het ruikt ook. Maar als je kijkt, ga je echt zien dat mijn haar een beetje is gesneden. Of je kan zeggen dat het echt niet, het is niet echt meer gaan groeien. Het is ergens gestopt, kan je zeggen. Vergeleken met hoe het was, moest het echt like, tot hier zijn, nu. Maar de afgelopen tijden had ik het echt druk. Ik had echt een druk leven. En wanneer je natural bent, moet je tijd hebben, tijd maken voor jezelf. Voor je haar, weet je. Je moet echt aandacht geven aan je haar. Dus, en dat heb ik de laatste tijden, afgelopen tijden, weken, dagen, maanden niet gedaan. Waardoor mijn haar echt is gaan snijden. En mijn haar krimpt echt veel in. Maar ik vind toch dat het echt niet meer is gaan groeien. Het is ook een beetje gaan snijden. Dus wat ik ga doen, ik ga vanaf vandaag, vandaag is 16 september. Nee, 16 oktober. Ik ga mijn haar vanaf vandaag weer aanpakken. En zoals jullie weten, ik gebruik die producten van Victory Amazing Natural Product. Of Natural Product, Amazing Natural Product by Victory. Omdat haar producten 100% natuurlijk zijn en het werkt, die producten werken heel goed voor mijn haar. Ja. En ze is bezig met een shampoo. Dus ik heb het gehad van haar om het uit te proberen. Ik ga het zetten. Ik ga het voor mijn haar zetten en dan ga ik je weer wijzen hoe het is of het goed is of niet. Dus stay tuned. Ze was eerst begonnen met olie. Een mix olie. Een mix van een heleboel olie en ik weet niet wat ze allemaal erbij zet. Dus is ze dan gekomen met Vaseline van die olie. Dus die verder ook haarmasker die ook heel goed is voor je haar. En ik heb het al een paar keren gezet. En hey, het is echt goed. Vooral als je je krullen niet meer haalt. Het brengt het terug. Hetzelfde met die mix olie. Vooral voor glad haar mensen. Als je krullend haar hebt, is het ook goed. Dus try it out. Oké? En ja, je haar groeit ook flink. Nog een keer, omdat ik mijn haar de afgelopen tijden heb verwaarloosd, is het niet meer gaan groeien. Maar het is ook niet te veel gaan snijden. That's it. Ik heb mijn haar al gewassen. Eerlijk, het ruikt lekker. Het ruikt echt lekker. Guys, you need to try it out. Het voelt anders aan. Echt like so natural. Geen enkele chemische stoffen. Nothing, nothing. Echt de. Het geeft je echt een zekerheid van hé, je bent goed bezig en het komt goed met je haar. Dus mensen, proberen jullie het uit. Het is echt goed. Die shampoo is goed. Dus ze heeft er mix olie, ze heeft ginger oil, ze heeft ook een haarmasker en nu die shampoo. Dus echt, ik voel me zo goed compleet, want ik heb de producten al een paar maanden gebruikt en ik zie echt een snelle, snelle, snelle respons. Een snelle reactie van die producten. Want mijn haar groeit flink. De afgelopen tijden heb ik geen aandacht besteed aan mijn haar. Maar vandaag ga ik weer beginnen. En dan krijgen jullie zeker een feedback van me. Tot waar het is gekomen. Hoe lang het is, hoe lang het is geworden. Hoeveel het is gaan groeien. Nice. Oké, dus dat was het voor vandaag. Het was gewoon een korte wash day. Ik heb het wel niet gefilmd toen ik mijn haar heb gewassen, want ik moest alles alleen doen en het is een beetje frustrerend. Maar in de toekomst zullen jullie het meer zien. En als er meer feedback is, ga ik jullie zeker laten weten of laten zien. Verder ga ik alle links laten in de description box. Want een heleboel van jullie hadden me gevraagd van hey Fabi, welke producten gebruik je? Waar koop je je producten? En dat alles ga ik dan aangeven in deze video. Ik ga dat alles laten zien.
Nee, laat me zeggen, ik ga die link onder deze post laten. Dus kijk in de description box. Dan ga je die link zien. Klik op die link en dan kom je op haar page terecht. En dan kan je gerust je bestelling plaatsen. Als je meer vragen hebt, mag je die aan haar stellen. Oké, zie je bij de volgende video. Bye!